Nou, Luxie, gaan we opa goed helpen, hè? Bier, die geslaagd. Hey, grote oliebollenbakker. Was je een hele verschrikkelijke meer, opa? Of niet het biertje van ook? Dit zijn de volgende. Baby oliebol. Dit wordt mijn tweede. Ben je aan het tellen, jongen? Ondertussen moet je ook... Keertje zo. Die is voor Luxie. Lekker oliebollen, hè? Oliebollenbuik. Nou, ligt ze met... 7. Je debuut op YouTube. Wie heeft er nou gewonnen? 2009. Lekker gaan oppeuzen. Een duimpje omhoog. Goed. Deze kaars. Een hele goede. Morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Ja. Wij zijn de... Pega's familievloggers. Ja, dat is vanochtend woensdagochtend. Nu was het, we hebben een kort dagje. En het school gaan we iets heel leuks doen. Maar wat? Ja, Luxie heeft handschoen sokjes. Ja, lekker broodje stroopwafel. Lekker. Ik ga even met Lucilla een rondje zo laten, zo. Ja, oezeltje. Aan het lijntje bij Lucilla. Gaan we even een plasje doen op het grasje. Het is al donker, hè. Kinderen, heel veel plezier op school, hè? Ja, doei! Oké, tot straks! Doei! Nou, mama hebben we even afgezet bij het Bellinga TV-team. En nu gaan we even naar opa en oma. Want we gaan dus inkoopjes doen, hè? Vind je het leuk naar de supermarkt? We gaan weer het karretje duwen. Want wat gaan wij doen? Wij gaan van opa en oma leren hoe dat ze die lekkere oliebollen maken. En gaan bakken straks op school. Dan gaan wij vast even kijken of we al van opa kunnen leren... Wat voor boodschapjes daarvoor moet inslaan? Ja? Zullen we naar opa en oma toe gaan? Je hebt zo'n opa en oma eraan. Gezellig. Gordeltje los. Ja. Nou, kom maar mooi, oliebollenbakster. Gaan we even die inkopers open doen. Zo. Nou, Luxie, gaan we naar de supermarkt waar de ingrediënten zijn. Nou, Luxie. Ah. Waar staan de oliebollen-ingrediëntjes? Opa, goed helpen, hè? Begint op de lijn, nu nog de eieren. Pakken. Hoeveel zit er in een pak? 1000, 2000 gram. Is dat genoeg, 2000 gram, Luxie? Wel, hè? Ja, even goed rekenen. Kijk, opa, die rekent alles uit. Het geheime receptenbriefje, ja. Nou, Luxie, en hier hebben we 30 eitjes. Zijn dat er genoeg op? Kom, is dat er neer. 30 eieren, kijk. Melk. Bier. Bier? Gaat er bier door oliebollen, Luxie? Alles ligt op de band. De inkopers voor de oliebollen. Zo, nou Luxie, op naar oma. Zo. Geslaagd. Nou, ga maar zwaaien. Dag opa. Doei. Tot zo. We halen mama de kindjes op. Maar tot zo. Zwaaien. Doei. Luxie is in slaap gevallen. Ervaren zijn neem je naar Bellinga TV van oud zakje. Familiekibbeling, hè? En gelukkig, hij is er weer. Dat is heel lang geleden. Ik zet de auto even hier neer. Want Luxie slaapt natuurlijk. Maar ja, dat is lang geleden. Ik denk hij is geëmigreerd. Maar nee, daar is hij weer. Alles goed. Hey, Mario. Hoe is het? Man? Alles goed? Ho, ho, ho. Lang niet gezien, joh. Jingle Boss, wat fijn jou weer te zien. Ja, joh. Veel te lang geleden, hè. Het is tijd voor vitamine C. Dat wou ik zeggen, maar ik vind jouw familiezak kibbeling. Het is er weer tijd voor. Voor wat jij moet gaan, dan hebben we er even... Dan gaan wij nog eens even wat vitamintjes naar binnen werken. Doe maar een lekker grote familiezak. Hoppa! Kijk eens wat ik heb gehad. Hebben ze me gebracht, de kindertjes, in Nunspeet. Echt waar? Ja, voor de Bellinga's. Ja, fantastisch, hè? Ja, hij is alweer gevaren. Hij is al even gevaren. Hij is alweer gevaren. Maar... ik wil het toch nog even ophouden. Leuk, man. Dankjewel, hè. Voor de Bellinga's. Ja, heel leuk. Ik krijg een verrassing van Nico. Ja. Hij zegt, voor Bellinga TV-team, want dit is niet voor de kindjes. Het is voor vader van Bellinga TV-team. Krijgen we niet één, maar... Twee kerstzakken! 1+1! Dankjewel, man. Heel leuk. En ik wens jullie een fantastisch mooie spetterend nieuwjaar toe. Ja, bij jou. Goede jaar misschien. Dankjewel. Tot volgend jaar, buddy. Graag gedaan. Veel geluk. Yo. Hey. Kijk, wat daar bovenin is, mama. Net de Bellinga TV-team. Kijk, hey, mama. Hey, jongens. Ik heb wat lekkers meegenomen voor jullie. Kijk. Heb je lekker visie gehad? Ja, een lekker visie. Lekker. Kunnen we even lekker eten? Het ruimt lekker. Jawel, hè.
Nico de Visboer, wij zeggen... Dank u wel. Nou, dat was wel lekker te weten, dank je wel. En fijne jaarsdag. Hey, wie zijn er weer van school? Ja. Hallo, Luan en Lucilla. Wat gaan we nu doen, Luan en Lucilla? Bij opa en oma oliebollen bakken. We gaan lekker oliebollen bakken bij opa en oma. Volgens echte bellinghaarrecepten. Echte bellinghaarrecepten, jongens. Nou, op naar opa en... Oma. Ja, want heel traditiegewijs gaan wij hier met opa en oma oliebollen bakken. Dat doen we eigenlijk ieder jaar. En dit jaar doen we het speciaal voor de vlog ook een beetje voor jullie wat eerder. Zodat jullie voor oud en nieuw onze oliebollen al kunnen zien. Kom hier, Luus. Kom hier. Oh, want opa maakt altijd de allerlekkerste, hè? Oh, want opa die maakt altijd de allerlekkerste oliebollen, hè? En dan kunnen we ze alvast maken en dan vriezen we ze in. En dan met oud en nieuw hebben we heerlijke opa en oma's en lekkere oliebollen. Die wij met hun hebben gemaakt. Kijk, daar hebben we hem. Grote oliebollenbakker. Oliebollenbakker, opa. Ja, zijn we recept van opa. Kijk, nou, eens even kijken. Opa is al druk in de weer geweest vanochtend. Wat heeft hij daar gemaakt, kinderen? Oliebollen. Dat is het oliebollenbeslag. Mm-hmm. En dat moet dan rijzen, onder een theedoek. Kun je eentje proberen dan? Ja, en dan moet je hem erin, moet hij er 1 minuut in blijven. En dan is het een oliebol en moet hij even, ja, het is echt simpel. Doe op de tweede al aan. Hoe zullen we erin kunnen? Ik denk wel stukken 5. 5? Nee, 4. 4, die was op. Omdraaien. Omdraaien. Oh, dus niet echt rijden. Ja, nee, maar dat duurt nu nog maar 5 minuten. Oh, 5 minuten? Niet aan elkaar. Heel lang. Maar ik weet wat erin zit, hè? Wat dan? Rozijn. Rozijn. Appelstukken. Appeltjes. En dat. Meel. Meel, ja. En krenten. Krenten zei ik al, hoor. Rozijnen, krenten is hetzelfde. Nee, 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 nee. Oh, wat is dan krenten? Krenten is zwart en rozijn is bruin. Oh, dat zijn die. En er zit een vanille suiker in. Ah. Melk. Ja. En dan voor de grote kerels, bier. Echt? Er zit bier in. Eww. Ja. Lekker. Dus ik eet... Nee, maar moet er nou echt bier? Dan worden ze lekker luchtig van. Door midden, hè? En dan moet die van binnen niet meer nat zijn, hè? Kijk, dat ziet er mooi uit. En dan doen we hem zo en dan laten we hem koud worden. Ja. En dan moet je hem proeven. Oh ja. Dat zijn bollen die kosten een euro stuk op de markt. Echt? Kunnen we een mooie Bellinga-bollen gaan verkopen, hè? Ja. Ik vind het goed, heel. Ja. Ik vind hem heel open. Is hij lekker? Hij is goed zacht. Mm-hmm. Toch een beetje evolutie. Maar ik vind hem heerlijk. Is hij lekker? Mm. Ah. Wil je hem lekker? Jammer, jammer, jammer. Lekker, hè? Je proeft niet het biertje van opa die erbij doorheen zit? Wel. Ja? Grappie. Grapje. Nou, dit is het, dit is het stukje. Weet je wat heel erg smaakt? Nou? Kanker. Krenten. Ja. Mag ik ook? Zitten er wel goed. Oh, weet je die van mama ook? Oh, boefie. Krentje. Nou, maar deze ziet er dan nog wel heel erg lekker uit, opa. Hey, Oscar. Oscar die was even wandelen, hè, met oma. Maar de eerste bollen die zijn al binnen, oma. Die hebben ze al geproefd. Super lekker, ja. We kijken ook hoe mooi ze eruit zien. Kijk, dit is de structuur. Nou, jongens. En de meisjes zitten weer lekker in een boekje. Er zit nog niet eens poedersuiker overheen, maar ze zijn zo lekker. Zo smaakvol. Echt heel lekker. Er zit ook bier doorheen. Ja, er zit bier doorheen, maar echt een van de dingen die ik met oud en nieuw, met feestdagen, echt het lekkerst vind, zijn oliebollen. Hier kan ik er zoveel van eten. Oh. Ja, ik kan het hebben, zeg maar. Papa die moet ook hebben. Anders wordt hij zelf ook een oliebol. Alles is voor man. Lekker, ja. Lekker, ja. Hey, Luan, hoeveelste bol is dit? Dit is de 15. De 15e bol? Ja. Oké, dan doen wij een challenge. Wie het laatst stopt met oliebollen eten, die wint. Het gaat tussen jou en mij. Ik heb er al 1 op. Hoeveel heb jij erop? 15. Nee, dit is volgens mij jouw derde. Nee.
Je vierde? Hele oliebollen. Nee, vijfde. Je vijfde? Ja, maar die kleine stukjes was geen hele bol. Nee, je moet ze wel aan elkaar plakken natuurlijk. Ja, vier. Dat is wel heel leuk al die oliebollen, maar volgens mij... Vier stukjes is één oliebol. Dus, en nu heb je een hele, twee heb je er. Dit is je tweede. Dit is je tweede. Oké, okay, mama heeft er eentje op. Nee, derde. Oh, derde? Ja. Je derde al? Okay. Jongen. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd, Luan, wie er gaat winnen. En de lading gaat gewoon door hier. De volgende lading is er alweer uit. Kijk, dit zijn de volgende. Oliebollen. Die hele bord vol zit met oliebollen. Dat vind ik het genoeg. Ja, kijk, hier hebben we een oliebollenschaal. Hier kunnen we ze allemaal inleggen, zie je dat? Oh, dat is wel lekker. Als ze dat allemaal redden, voordat ze allemaal in jouw mond verdwenen zijn. We hebben we daar. Kijk eens, een vraagteken. Ja, die ken ik wel. Een uitroepteken ken ik ook al. Kijk! Dat was een uitroepteken. Ja, sorry. Kijk! Het is J-O-R-N. Josephine? Dat is een hele moeilijke. Kwebbel eens. Kwebbel eens. Kijk, het is Josephine. Kwebbel eens. Kijk, Josephine. Ah, lekker makkelijk. Wie is de at? Wie is dat? Dat is een boekje. Hé, wat heb je aan je mond? Wat heb je gegeten? Heeft Luxie chocola gegeten uit de boom? Nog één. Bij oma. Nee, nog twee. Ja, ik zie je, liefje. Kijk! Is ze gek op chocola? Ja, uit de boom? Ja, dat is de boom. Ja, dat is de boom. Hé, maar Luxie, weet je wat opa en Luan voor jou hebben gemaakt? Baby oliebol. Dat is een baby oliebol. Is voor Luxie. Luxie, ja, Luxie, is ze niet zo gek op vader? Nee, ook nee, die is niet voor jou, die is voor Luxie. Luxie, baby oliebol. Baby oliebol. Is dit? Ja, dat is jouw jurk. Ja, jouw rokje. Dit wordt mijn tweede. Ja. En Luan voor derde. Ja. Maar dit gaat nog makkie. Nee, vierde. Een bal. Vierde? Ja. Oh, ja. Ik had er eerst drie en nu ben ik net de vierde. Nou, ik kan het nog prima volhouden, Luan. Ik kan niet. Ik ga hier nog de hele dag van... Hey, oma! Deze heb ik ook, maar dan in het blauw. Deze is sneeuwpop, hè? Deze heb ik ook, maar dan in het blauw. Okay. Ik kom echt niet meer. Kan je niet meer? Ik heb een vrouw. Dan heb ik kracht voor je. Nou, dat was een makkelijk wedstrijdje. Wie wint er dan? Nee. Ja, maar ik nog wel even door. Maar wie de laatste stopt met eten. Ik ben nog steeds aan het eten. Ik kan wel nieuwe laagjes hebben, hoor. Maar Luan moet nu even verder scheppen. Er zit weer een hele lading in. We gaan heel veel oliebollen bakken en die gaan we dan invriezen. En die kunnen we dan met oud en nieuw weer uitvriezen. En dan hebben we de zelfgemaakte verse oliebollen die we met opa hebben gemaakt. Die hebben we dan, die hoeven we niet... Ondooien. Oh, zeg het verkeerd. Uitvriezen. Ondooien. Ondooien en dan mag het rond. Dan hebben we verse oliebollen. Ze zijn dan wel vers, toch? Ik vind het dan wel vers dan. Dat hoeft toch niet? Je kunt het een beetje bewaren, mama. Dan moet je ze invriezen. Nee, hoor. Nou, als je ze niet invriest, worden ze nou, voor ons moet het nu nog kerst worden. Ja, dat duurt nog wel lang. Wij vriezen ze nog wel eventjes in. En dan hebben we met oud en nieuw de lekkere oliebollen van opa. En dan kunnen we daarmee lekker oud en nieuw vieren. En dan kunnen we lekker doorgaan met de oliebollen eten. Ja. Ondertussen is Luan alweer lekker aan het bakken. Want het gaat gewoon door hier. Want we hebben een hele grote emmer. Van mega veel oliebollen. Ruik. Zes. Ben je aan het tellen, jongen? Zeven. Wie is er nog meer zeven? Ah. Nee, zeven. Wie is er een nog meer... zeven in een pan? Wie is er meer zeven? Jij bent er ook zeven, dan stoppen we met dat liedje. Hoe heet dat ook alweer? Hoe heet dat? Ja, maar hoe ging dat liedje nog? Ik ben pas negen. Lekker chill, want ik ben pas. Want ik ben pas 9. Rijmt ook. Dat rijmt ook. Ik ben pas 7. Als je 9 bent, kun je je liedje aanpassen op je leeftijd. 7, 9 rijmt ook. Ja, 7, 9, 7, 9. Dit zijn de overgebleven bollen. Deze gaan we weer even in de bak leggen. Kijk. Hier zijn ze weer. En dan leggen we die weer in de kom erbij. Nee, die moeten nu nog niet hoor. Zo. Ik en Luan helpt mee met de oliebollen in de pan te doen. Oh, jij gaat ze omscheppen. Ja. Oh ja. Nou, opa gaat ze omscheppen en ik haal ze eruit. Jij haalt ze er weer uit. Kijk, nou, dat vind ik een goeie. Jij bent de uithaalbakker en ik ben de omdraaibakker. Ja. Ondertussen moet ze ook even geproefd worden.
En Luan gaat gewoon weer verder, hè, met oliebollen eten, jongen. Wat ga je doen? Ik heb er genoeg van. Ik wil er groene suiker. Oh, groene suiker. Nou, een beetje poedersuiker erbij. Lekker veel. En daar gaat hij weer. Je, vijfde? 4,5. 4,5. Dat was een helft. Voor mij wordt dit de vijfde oliebol. Ik ga gewoon nog eventjes door. En opa vertelde net, op de verpakking staat dat er water in moet. Maar opa doet daar geen water in. Nee, opa doet er 3/5 melk in. En 2/5 bier. Bier? Dat is het verschil. Daarom zijn deze zo ontzettend lekker. Ik denk al, ik word een beetje duizelig. Ja, bij hem staat een druppel al aan, want hij drinkt nooit. Nee, maar dat, het alcohol, dat gaat eruit, hè? Ja, ik lijkt me niet dat kinderen alcohol zitten te eten. Ik word duizelig, maar komt dat door dat bier in die oliebollen? Dat kan niet. Dat kan niet, zeg. Nee, hoe kan dat? Alcohol verdampt, toch? Eruit, ja, alcohol verdampt. Oh, verbrand. Dus puur dat gist. Dat zou zacht zijn. Er zit natuurlijk ook 12 eieren in, hè? 12 eieren? Ja, je goed voor de productie, maar. Dat wordt niet zo fijn. Een vierde kindje open. Komt geen vierde. Ben ik gewoon die bollen brengen? Ja, nou, dat is een goede titel voor de thumbnail. Maar nee, dat wordt het niet, jongens. Nee, maar hij is dus heel erg mals. Echt heel mals en heel zacht. Zoals jullie zien. Het is echt een veertje zo. En dat komt dus dat er geen water in zit. En melk en bier. Dat is het dus verschil. Ja. Nou, Luan gaat nog even door. Hij zegt hij stopt ermee, maar nee hoor. Kijk eens. Jongen. Alsjeblieft, oma. Oh, hij deelt uit. Oh. Dankjewel, lekker hoor. Wie wil er nog een voor Luxie en Kleintje? Ja, nog een Luxie en Kleintje. Luxie ook eentje? Kijk, daar is Luxie in het hoekje. Het speelhoekje van oma. Oh, Luxie, zit je in het speelhoekje? Dit is het grandioos leuke speelhoekje van oma, waar altijd de kindjes in willen zitten. Mooi, Luxie. Kijk eens, man. Speelde jij daar ook? Oh. Die is voor Luxie. Oh. Kijk eens, Luxie. Die is voor Luxie. Alsjeblieft, zet maar neer. Liefie. Mama, wil jij er ook in? Ja, met poedersuiker, jongen. Heerlijk. Ik moet eerst deze nog even opeten. En dan ga ik aan mijn zesde beginnen. Daniel kan er echt niet tegen. Je kan wel hebben. Maar echt, dit is wel leuk. Nou jongen. Deze is dan voor papa. Ja. Deze grote. Een mooie voor papa. Ja. Met poedersuiker. Mama, jij bent een zwangerschapsverlof, dus ik kan het hebben, maar ik heb ze. Mijn geheim is, ik geef nog borstvoeding. Dus ik verbrand heel veel calorieën. Dus bij mij zul je niet zo snel de aanzien komen. Lekker, hè? Oké, hè? Ken je een grapje, Luan? Kom eens hier. Silla, zit je in een restaurant? En dan denk je, oh nee, hè? Sorry, wel. Mooi, jij zet hem alles af. Ja. Mooi, slow motion, man. Dan heb ik hier slow motion. Dan komt hij nog één keer. Slow motion. Oh. Wat? Oh, ik denk, je doet het nog een keer. Nee, ik bedoel jouw edit. Oh, mijn edit. Ik moet hem overnieuw editen. Oké, nou. Maar jij ook poedersuiker, hè? Ja, ik wil er ook poedersuiker bij, jongen. Mm, ja. Heerlijk, hè? Heerlijk, opa. Ja, we zijn top gelukt. De Belgische oliebollen 2019 zijn er vrij. Ja, ons oude nieuw kan niet meer stuk. Dankjewel. Lekker. Nou, dat wordt mijn zevende. Jongen, mijn zevende. Ja. Mm. Maar mag ik toch poppen? Nee. Mama, ik kan het niet een dikke buik. Nee. Silla, hoop niet dat ik zo'n dikke buik krijg. Nee, jij. Nee, ik krijg geen dikke buik. Als mama iets dik krijgt, dan zijn het mama's... Als mama een dikke buik heeft, is het een baby. Deze? Ja, die lijkt gewoon heel erg lekker. Ga maar met dikke billetjes. Dat is echt. Dikke billen. Heb ik al dikke billen? Maar ja, ik heb ze toch eten. Even dromen, hè? Is die lekker, Luxie? Luxie, die zit hier heerlijk in het hoekje. Waar is je oliebol? In je mond, hè? Ze heeft daar de oliebol, heeft ze daar naast liggen. Neemt ze die keer een hapje. Is jouw hoekje? Ja, een Luxie's hoekje. Popje erbij. Ja, daarnaast, ja. Dat is het popje. Popje is er ook bij. Die is lekker, Luxie. Mijn Luxie heeft ook een oliebolletjes van opa. Ja, dan gaat er goed in. Ja, opa heeft opa gemaakt met Luan. Ja.
Lekker oliebol, hè? Ja. Dat is de schaal. Ja, is en wat heb ik net gedaan? Wat is dat? Mijn oliebol opgegeten. We hebben per ongeluk nu al zijn oliebol opgegeten. Dus ik sta nu wel een oliebol voor. En de schaal is bijna leeg. Er liggen er nog 3 in. En opa die is alweer met de volgende ronde bezig. Dus we kunnen gewoon nog even doorgaan. Ik heb er 7 op. Nee, je had er nog geen meer op volgens mij. Ik denk ze. Nee. Jij 6 en ik 7. Dat is dan pas de puntentelling. Ik heb 1 meer op dan jij. Nee, 6. 6. Ja, 6 op dit keer. Krijg al een beetje een, krijg al een beetje een oliebollenbuik, hè? Een oliebollenbuik. Heb je al een oliebollenbuik? Ja. Hele dikke oliebollenbuik. Oh, zie je dat ik zie? Nee. Ja. Lilian heeft allemaal oliebolletjes in de buik. Zie je dat? Een hele dikke oliebollenbuik. Hé, hey, mam. Maar 5 nee, ja, jij niet? Maar mama, haar rietje, maar rietje is haar rietje ook kapot en mijn rietje is ook kapot. Ik had 7, dit is mijn 8e oliebol. Nee, je had 10. Had en dan 10? Heb je 11. Ja, dan heb ik 11, ja, maar dit is mijn 7, mijn 8e oliebol. Nee, dit is echt. We houden geen oliebollen meer over voor oudjaarsavond, jongens. Hoe moet het nou? Jullie zijn allebei van Missie aan het. Hé, waar is Lucilla nou? Lucilla, waar ben je? Die zijn nog steeds. Oh. En deze is in de pot. Hoe kan dat? Volgens mij. Daar ligt ze met Pip. Kijk, Pip die ligt hier ook altijd onder de tafel. Dit is Woesel. Is Woesel er ook? Ja. Waar? Hier. Waar? Hier. Oh, en daar Woesel ook. Oh, Woeseltje. Hebben die geen oliebolletjes gepakt, hè? Nee. Nee, geen oliebolletjes ook? Die zit nergens in gat. Oh. Ja, lekker heel goed. Hey. Ja. En Luxie nog een oliebolletje? Luxie nog een lekker oliebolletje? Kijk, deze schaal die is al leeg. Maar ja, hier staat alweer de volgende schaal. En daar liggen weer oliebollen. En daar zitten weer oliebollen in. Dus we hebben er nog genoeg voor onze eigen oudjaarsavond. Dat is lang blij als mijn vader. Ja, oké. Okay. Je vader is slanker, hè? Dat is verpaard. De ideale man. Slijm van bezuur. Nee, je kunt niet bijten. Je kunt niet bijten. Je kunt niet bijten. Oscar. Dat was bijna Oscar. Ja, en opeens is junior bakker Bellinga weg. Maar waar is hij opeens? Mama. Zitten ze boven bij opa en oma boven op de slaapkamer te spelen. Nou, we hebben de slaapkamer van opa en oma. Dit is de logeerkamer trouwens. Ja, wat hebben jullie? Lekker chill, want ik ben pas 7. Je hoeft geen kaviaar. Geef mij maar snoep. Laat die ding in de kast, dat is maar troep. Ik heb creditcard. Ik heb creditcard. Een stuk of 5. Uit. Wauw, mooi hoor. Nou, Lucilla ook eventjes. Stop. Laat maar een liedje horen van Ellie en Rickert ofzo. Nou, maar je debuut op YouTube. Een parel in Gods hand. Ken je die nog? Papa doet even de nummer erbij. Een parel in Gods hand. Even sterren in Gods hand. Weet je dat een vader je kent? Dat zingen ze nog. Weet je dat je een parel bent? Weet je dat je een parel bent? Een parel in Gods hand. Applaus! Stop eraf. En oma gaat weer. Lekker chill, want ik ben pas 7.
snoep. Laat ik ding in de kast, dat is maar troep. Ik heb credit cards, een stuk of vijf. Kreeg er zelfs een speelgoedkast aan bij. Ka-ching! Ik zie het ook. Maar ik heb niet echt een goede toon op de gitaar. Nee. Dat lijkt me niet de goede toon. Maar wel het ritme. Wel het ritme, ja. Hoe ik die greepjes moet. Wie heeft er nou gewonnen met oliebollen eten? Wie is nou het laatst gestopt met oliebollen eten? Mama. Oh, mama heeft gewonnen. Mama heeft gewonnen. Mama? Ja? Kijk, ja? Toen ik bij opa en oma ging spelen, ja? Was het dit boxje. Oh, dus heb je met de box van opa en oma gespeeld? Ja, Leon is helemaal gek van muziek, zoals jullie weten. Maar die ben ik met Luxie. Gaan we, Leon, opzij? Ja, dat Luxie in de buiten van papa. Ja! Maar dit is echt dartsen. En de laatste van Luxie. Gedaan! Maar aangezien ik nou gewonnen heb, wat heb ik dan precies gewonnen? Dat jij wat is mijn prijs? Ja, prijs! Mijn prijs! Wat is mijn prijs? Kusje van vader, zegt papa. Kom maar even zitten. Oeh, dan ben ik wel heel erg benieuwd. Wat is, zou mijn prijs zijn? Ah. En wie er wint mag natuurlijk ook wel een prijs hebben, hè? Ik heb er trouwens 9 op. 9 oliebollen. Wil je niet misselijk? Ik moet wel zeggen dat ik niet had geluncht, dus dat is de reden dat ik zoveel op... Is dat mijn prijs? Ja, dit is het! Nee. Wow. Ik weet niet of oma daar zo blij mee is als jij dat als mijn als een prijs gaat geven. Dit is een engel. Dit is een engeltje van oma. Dat is wel een hele mooie prijs, ja. Is dat muziekengel, oma? Is dat een muziekengel van oma? Vanavond is het heel mooi, ja. Oma. Oma, ja. Een muizenval. Ja. Er zit nog geen muis in, gelukkig. Ik heb deze challenge wel gewonnen. Ik kun niks van zeggen. Of voor jou een kusje krijgt van Luan. Mama wint altijd. Papa krijgt de poedel. Dat is prima. Deze keer. Deze recht overwinnen. Dankjewel. De oliebollen en Bellingham koningin 2019. Wakkoorden. Goedemorgen allemaal. Wauw, mooi Lucilla. Applaus voor Lucilla. Alle klokken bijna. Mooi, Libby. Xinjiang Zhong. Xinjiang Zhong. Dat is de Chinese versie, is dat. Xinjiang Zhong. Dit is het resultaat. Dit zijn de grote 2 schalen oliebollen. Die we lekker gaan oppeuzelen als het oud en nieuw is. Ja, allemaal! Een duimpje hoog! Nou, we gaan even Voesel, Pip en Oscar uitlaten met de hele club. Nou, maar Luxie, gaan we even lekker een frisse neus halen. Naar al die oliebollen bakken. Ja, Voesel, Pip mee en Oscar mee.
wij zijn inmiddels weer in huis. En Luan heeft overal alle kaarsjes aangestoken. En voornamelijk dit kaarsje vindt hij heel erg mooi, Luan. Wat is er zo bijzonder aan dit kaarsje? Nou, deze kaars geeft warmte en gaat dat zo ronddraaien. En gaat dat ook ronddraaien. Ja, door de warmte van de kaarsjes gaat het waaiertje hier draaien. Ja, en draait. En hier? Daar het ratje. En hier heb je nog een mooie kaarsje. Hier heb je mooie kaarsjes aan. Daar. Heel mooi, jongen. En daar. Heel gezellig ziet het en eruit. En nog die lampjes aan. Ja, goed zo, Lucilla. Ja, goed zo. Heel erg mooie kaarsjes. Oeh, en ik had de Dixie weer aan met de poppenwagen. Zo, zeven worstjes in de pan met oma's een lekkere jus. En lekkere worteltjes. Doppertjes. En hier zitten denk ik de piepertjes in. Ja, Luxie. We zullen lekker eten. In de serre zijn ook alle mooie lampjes aan. Heel erg mooi. Gezellig, ja. Oh, is smakelijk, hè? Ja, gezellig. Luan heeft gezellige restaurantmuziekjes. Bedankt, vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En zie je morgen weer in een nieuwe vlog. Fijne jouwensling, doei! Voeg je hart, bom bom mee, wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bom bom mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, bom bom bom, bom bom mee, dans mee.